bovenaan Marina ingelopen. Ik sta nu hier op een heel schattig pleintje. Het is wel leuk, dan kan ik straks meteen even laten zien of er nog zichtbare elementen zijn hier in bovenaan van het Greco. Calabria was heel vroeger in de verre geschiedenis deel van Griekenland. Viel onder een Griekse kolonie. En dat zie je ook wel terug in bepaalde gewoontes die de mensen hier hebben. De cultuur is eigenlijk best wel overeenkomstig met de Griekse cultuur. Hoe kan het nou dat het Greco di Calabria, in al deze duizenden jaren kon blijven bestaan en nu toch in vrij korte tijd aan het verdwijnen is? Nou, de mensen woonden eeuwenlang in dorpjes hier in de bergen. En leefde daar eigenlijk een best wel geïsoleerd leven. Natuurlijk meer in de moderne tijd, waar er meer infrastructuur kwam, begonnen mensen zich te verspreiden. Waren op zoek naar een beter leven, meer werkgelegenheid, dichter bij scholen, bij ziekenhuizen. En op deze manier zijn mensen zich eigenlijk gaan verplaatsen om een comfortabeler leven te leiden. En dat heeft natuurlijk invloed op het taalgebruik. Mensen begonnen Italiaans te spreken of Calabrese, dat is het regionale dialect. En vandaag de dag zijn de meeste sprekers 70, 80 plus, de meeste moedertaalsprekers. En eigenlijk alle generaties daaronder, die spreken over het algemeen Italiaans of dus Calabrese. Deze verplaatsing van mensen heeft ook nog te maken met een enorme natuurramp. Die heeft plaatsgevonden in de jaren, ik geloof eind 70. Hier in een klein dorpje in de bergen dat Rogudo Vecchio heet. Het heet nu Vecchio omdat er een compleet nieuw dorp gebouwd is. Nadat er een grote overstroming was, zijn alle mensen geëvacueerd. En dat was toch een van de dorpen waar nog de meeste sprekers te vinden was. En die zijn dus in de decennia na de ramp overal gaan wonen en zich gaan verspreiden. Dus je komt hier ook overal in alle dorpjes mensen tegen die dan bijvoorbeeld daar vandaan komen. Of die ergens anders wonen en dan hier af en toe zijn. De meeste mensen die je dus tegenkomt, die spreken vaak wel wat woorden of hebben wel wat kennis van de taal. Maar echte moedertaalsprekers, die zijn toch wel lastig te vinden. En we weten niet precies hoeveel sprekers er nog zijn. Daar zijn we ook mee bezig om dat te onderzoeken. Nou, een hele andere belangrijke reden waarom de taal minder wordt gesproken, of waarom men minder de taal is gaan spreken, is de taalattitude van de mensen. Van de sprekers en van de niet-sprekers. De taalattitude is vrij negatief en dat heeft te maken met het dictatoriale regime van Mussolini hier in Italië. Waar Italiaans als eerste taal werd opgelegd en eigenlijk het Greco werd verboden. En ook gezien werd als een taal van de armen of een taal van de boeren. Eigenlijk als inferieur. En daardoor zijn de mensen ook banger geworden om het te spreken. Ze werden soms letterlijk op straat aangesproken met minder leuke woorden. En ze schaamden zich en verborgen eigenlijk voor anderen dat ze de taal spraken. Ik loop hier een beetje door de straatjes van Bova Marina. En wat meteen opvalt zijn eigenlijk toch wel vooral de straatnaamborden. Die zowel in het Grieks als in het Italiaans zijn. En dat valt natuurlijk wel op dat je hier in Italië bent en dan Griekse straatnaamborden ziet. Spontaan Griekse dingen die mensen hier gebruiken, dat zie je toch niet echt meer. Bijvoorbeeld bij huizen of andere publiciteit. Dat is toch allemaal gewoon in het Italiaans. Wij zijn de straatnaamborden ook in het modern Grieks. En
Ja, want het Greco di Calabria, heeft eigenlijk niet echt een schrijftaal. Dan zijn ze nu wel bezig om dat te ontwikkelen, of om dat misschien te introduceren. Maar over het algemeen, ja, spreken de mensen het alleen maar en schrijven het niet. Nou, dit is bijvoorbeeld een oud aanplakbiljet uit 1998. En hier zie je al dat er reclame werd gemaakt, verschillende dingen werden georganiseerd. Dus hier in Bovenmarine is het vooral top-down wat we zien. Die straatnaambordjes komen vast ook uit een gesubsidieerd project, misschien wel van Griekenland. Griekenland doet hier ook wel projecten. En dat zie je ook wel hier eigenlijk, dat er een beetje twee kampen zijn ontstaan. Aan de ene kant de activisten, die ja, graag de taal nog willen redden en die zich inzetten om bijvoorbeeld een schrijftaal te ontwikkelen. En aan de andere kant een beetje de neo-Griekse onderzoekers die eigenlijk zeggen, nou, de taal is dood, daar valt niks meer aan te doen en laten we het modern Grieks introduceren. Sí, estoy haciendo un... Un reportage. Un reportage. Sí. ¿Y dónde? Holanda. Ah, Holanda. Sí, aquí es una tierra típicamente greca, infatti en cuatro países. Bova, Rugudi, Galiciano. Sono andata sì, già. Bellissimo. Sì, a Bova sei salita? Sì, sì, è anche a Galicia, no? Sì, sì, sì. E là ancora gli anziani parlano greco. E come là ho Gricanica, io parlo pure greco. Ah. Sì. E io compongo anche canzoni greche. Sì, raccolgo anche canzoni antiche greche. Come è suo nome? Io Franco, Franco Iriti. Ah, ok. Due I, I Iriti. Alexandra. Alexandra.